Nee, de vakantie van traumaherstel, die heb eigenlijk. Traumaherstel houdt eigenlijk in. Mijn vader is toentertijd een beetje op een lelijke manier komen te overlijden. En daar heb ik heel wat jaartjes last van gehad. Ook een van de redenen waardoor ik weer harder ben gaan werken en meer oogklep op. De vakantie, dat was de plek waar wij als gezin en individueel hele leuke tijden beleefd hebben. Dus als kind? Als kind en als familie zijn hebben we daar echt enorm naar ons zin gehad. Dus dat traumaherstel waar ik het over heb, dat was voor mij traumaherstel omdat het de best mogelijke plek is in mijn hoofd om die man uit te strooien. Dus het uitstrooien van het daar laten van hem, heeft mij heel veel goed gedaan. Gevoelsmatig, maar ook logica. Dus dan, op die manier heb ik geprobeerd het trauma wat ik jarenlang heb weggestopt, proberen te verwerken. Dus dat zeg ik na een maandje, we zijn nu een maand verder en nu denk ik van ja, was toch wel een leuke vakantie. Ja. En kan je daar ook gewoon je vader inzien zoals hij was? Ja, papa, dit deed je en dit heb je wel gedaan, dit heb je niet gedaan. Zonder verder verhalen. Ja, nu ken het wel, ja. Ja, hoe zou ik dat noemen? Kan ik gewoon bij mijn vader blijven? Heel, los van de verhalen, kan ik gewoon bij papa blijven? Als zoon? Ja. Ja. Voorheen was die gedachte natuurlijk aan alle kanten een beetje omgeven door mist. En vage dingen. En nu dat ik inderdaad ook een aantal jaar niet meer gebruik. En ik ben actief op zoek gegaan naar het verwerken. Mm-hmm. Kan ik die man inderdaad zien zoals hij was. En om even terug te komen op dat eerdere. Ja zeggen tegen wat er vroeger gebeurd is. Oh, ja. Het is gebeurd. Ja, oké. Okay. Hij heeft het naar zijn beste kunnen gedaan. Ja, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Dan zijn we er eigenlijk al. Mm. En dan moet je gewoon de theorie omzetten in praktijk en rustig aan de man zien zoals hij was. Hmm. En dat is en blijft lastig, want ja, je wil natuurlijk altijd zeggen, zo was het. Dit is gebeurd en dit en dat. Maar dan maak je van zoiets maak je iets heel groots. Hmm. Dus om dat te voorkomen, ja, ben ik toch... Ben ik heel blij dat ik hem daar heb uitgestrooid. Dat ik daar de boel tot rust heb weten te brengen in mijn hoofd. Ja. En daarbij hoort dus ook inderdaad mijn vader zien zoals hij is. Of was. Lijkt je op je vader? Ja, tuurlijk. Vreselijk veel. Had je ook een hekel aan dat stuk of niet? Nee. Waar je op hem lijkt? Nee, want dat zou betekenen dat ik... Nee, want het zou ook betekenen dat ik ook een hekel aan mijn moeder zou moeten hebben. Want zoals ouders dat zeggen... Ja, dat heb je van hem. Oh, of ja. Dat heb je van haar. Ja, 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 ja. En dat zou dan betekenen dat het niet goed is wat er gebeurd is. Ik zeg, dus heb je ook een hekel aan bepaalde stukken van je vader? Maar ik bedoel meer... En misschien bedoel ik, vind je het confronterend dat je stukken van je vader hebt die je in jezelf herkent? Ja, dat vind ik confronterend. Maar aan de andere kant is het ook wel makkelijk. Want ik heb als buitenstaander kunnen zien wat voor acties hij deed en waarschijnlijk waarom hij het deed. Dus op het moment dat ik die dingen terugzie in mezelf, weet ik eigenlijk al meteen hoe ik wil veranderen. Wat ik wil zien, wat ik er niet wil zien. Ja. Dus dat maakt het iets makkelijker om als je dan toch negatieve aspecten toe wil bedelen aan vaders of moeders. Dan maakt het voor mij wat makkelijker om daar een oplossing in te vinden. Of rust in te vinden. Ah, ja. Ja. Ja, je moet er uiteindelijk... Het is nou eenmaal dat je ze hebt. En het duurt wel even voordat je ze hebt omgedraaid.
Ja. Bepaalde karaktertrekken. Dus dan moet je er gewoon wel rust mee zien te vinden en je moet ermee om kunnen gaan. Ja. Ja. Er zijn nog twee aspecten in je herstel die we nog niet genoemd hebben, die ik wel bijzonder vind. Je bent afgevallen. Ja. Hoeveel kilo ben je afgevallen? Ik heb nu vakantie, dus er is nu een 5 bij. Nee, nee, ik rond mijn hoogtepunt zat ik rond de 104. En het is vrij makkelijk naar de 93 gegaan. En vanaf de 93 moest ik moeite doen naar de 86. Want dan bleef ik een hele tijd rond de 86. Toen heb ik laatst een dieetje gevonden die mij vrij makkelijk naar de 78 wist te brengen. Zo. Binnen anderhalve maand tijd. Dat is niet gezond. Hè? Zo snel, zo ja, veel. Ja, ja. En daarna ging ik op vakantie. Voor een week. Na die week moest ik 2 weken werken. En na die 2 weken werken heb ik nu weer vakantie. Dus ja, ja. Dat, maar dus, gemiddeld, hoeveel ben je gemiddeld afgevallen? Ik denk wel 15 kilo. Ja. Gemiddeld 15, bijna 20. Hoe voelt dat? Dat je dat kwijt bent? Makkelijk. Ja. Het beweegt makkelijker. Ja, hè? Je kijkt ook anders naar jezelf in de spiegel. Ja. Het ademt makkelijker. Het stroomt makkelijker. Ja. Ik loop makkelijker. En aangezien ik problemen had met lopen, is dat is een win-win natuurlijk. Ja. Ik heb alleen, ik heb wat langer over gedaan om tot de conclusie te komen dat ik moet afvallen. Ja, ja, ja. Maar ik was toen de tijd meer bezig. De prioriteit toen de tijd lag niet bij afvallen. Nee, precies. Dat lag meer bij het kopje wat niet lekker... En ben je nu redelijk stabiel in dat gewicht? Los van vakantie, hè? Ja. 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 Dat is fijn, toch? Het liefst zou ik er nog 6 af willen hebben en daar stabiel op willen blijven. Maar ik hoor iedereen op brullen. Je bent ook een jaartje ouder. Dus ik zit nu weer op 84, 85. Het kan slechter. Kan slechter, ja. Kan ook beter, tuurlijk, maar zo blijft het. Ja. En er is nog iets, hè? Je hebt ook een eigen huis gekocht. Ja. Ingericht, je woont daar. Ja. Ik ben er geweest, ziet er spikkerspan uit. Dat vind ik ook een prestatie in je herstel. Dat heb je ook allemaal gedaan tijdens het herstellen van al je uitdagingen. Doe maar gewoon alles tegelijkertijd en is het makkelijker. Ik weet het niet, maar... Ja. Nee, dat was... dat was echt een hoofdbreken. Ja. Daar heb ik echt mijn hoofd over gebroken, over het huis en bijkomende problemen. En oh mijn god. Je hebt het toch gefixt, hè? Ja. Nu zijn we weer een paar jaar verder en ik woon er eigenlijk wel lekker. En natuurlijk zijn er altijd dingen die je irriteren. Geluid in de buurt. Of het is niet goed gegaan. Of ik had liever een extra ruimte. Er is altijd iets dat blijft. Ik hoop dat je dat nu een beetje vriendelijk kan doorzien. Nee, ik sta elke ochtend wakker en dan sla ik op... Nee. Ja. Nee, dat gaat wel. Dat gaat wel. Het is gewoon heel eerlijk kijken naar wat er gebeurd is. Ja. Waardoor raak je geïrriteerd? Dat. Kun je er wat aan veranderen? Nee. Ja. Klaar, dan zijn we er al. Ja, ja. Ja, ik kan er wel wat aan veranderen als ik en dan moet ik en dan moet ik dit. Nee, hou op, schei uit. Dat is al veel te veel. Dus en wat voor effect heb het? Minuscuul. Hey, van de journey, want zo noem ik het eigenlijk. De reis die we samen hebben gemaakt. Ja. Het is zelfonderzoek. Daar is ook een verslag van, een papieren verslag. En foto's. En foto's. Kunnen we als afsluiting van dit interview nog even een beetje willekeurig door je boek bladeren? Ja, natuurlijk. Waarvan je denkt, oh ja, dat was toen. Want ik weet bijvoorbeeld dat er ergens een datum staat. Ik ben gestopt met roken. Ja. Of ik ben verhuisd. Klopt. Kun je nog even speels door het boek zelf bladeren? Gaan we even doen. Oh ja, dat...